Welkom vrienden bij het Okra-journaal van april. Onze reportageploeg trok weer langs de provincies en kwam terug met 6 reportages. In Bornem waren we aanwezig bij de eerste dag van Plein op Stelten. In Zevergem gingen we tekenen bij Lidi. In het campus de Vosselaar woonden we een toneelstuk van en voor Okraleden bij. In Temse gingen we iets drinken in het Digicafé. In Huust-Wezel tenslotte waren we getuigen van een interland koersbal. Janine van Oeg uit Lommel staat deze maand als vrijwilliger in de kijker. De naam Okra doet bij velen een belletje rinkelen, maar wat we precies allemaal doen, weten ze niet echt. Daarom trekt Okra dit jaar met een marktwagen 2 maanden door Vlaanderen, op zoek naar meer bekendheid. Tegelijkertijd wordt er gebeld naar actiepunten die belangrijk zijn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. We zijn hier op de première van Plein op Stelten. Wat is eigenlijk het doel van deze actie? We staan hier inderdaad voor de eerste keer dit jaar op de markt, hier in Bornem. En we gaan dus inderdaad heel Vlaanderen eigenlijk gaan rondtoeren met de Okra Marktwagen. En daarmee willen we eigenlijk Okra wat zichtbaar maken, wat toonbaar maken aan alle mensen die voorbij passeren. En we willen ook tonen dat Okra verschillende activiteiten aanbiedt en alle stereotypen wat doorbreken. En tonen dat Okra ook gewoon heel gezellig en fijn kan zijn. En dat willen we met Plein op Stelten zeker laten zien aan de mensen. Vroeger in het verleden, lang geleden, was er een bloeiende Okra-afdeling in Bornem Centrum en een aantal afdelingen in de deelgemeente. En nu is het zo dat in Bornem Centrum geen Okra-afdeling meer is, maar wel een bloeiende afdelingen in Weert, in Hingenen en in Marikerken. Daarom is dit initiatief bijzonder goed. We zitten hier goed geplaatst in Bornem Centrum om reclame te maken voor Okra, om Okra kenbaar te maken, zodanig dat ze de weg vinden. En wij hopen dat we toch met een aantal vrijwilligers die terug kunnen opstarten, want de blinde vlek van Bornem Centrum willen wij invullen. De bedoeling is van naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar de bevolking van de verschillende gemeentes die iets maken dat het belangrijk is van toch te gaan stemmen. En twee, hun visie te verkondigen of hun visie te krijgen van wat zij het belangrijkste vinden naar die gemeenteraadsverkiezingen toe. De uitkomst van de gemeente dat hier op dat bord hier wordt getoond, wordt aan hen via een foto bezorgd, zodanig dat ook de gemeenteraden en de seniorenraden en de Okra's in de seniorenraden dit kunnen gebruiken om op gemeentelijk niveau dit verder uit te werken. Zevergem is een kleine gemeente in de buurt van Gent. Het actieve Okra-trefpunt engageerde de lokale kunstenares Lidi Bosgaard voor een tekenreeks. Een wat speciale reeks, want ontspannen en zich goed voelen is voor Lidi net zo belangrijk als tekenen. Ik noem het nu sessie, omdat het is gewoon de bedoeling dat we samen tekenen en kleuren in een ontspannen sfeer. Vooral die ontspanning is wel belangrijk. Dat is absoluut belangrijk. Hoe bereik je die door de mensen op hun gemak te stellen? Dat het zeker niet mooi hoeft te zijn, het hoeft niet in een museum te hangen. Soms tekenen we en kleuren we met ogen dicht, zodanig dat je echt wel kunt loslaten met wat je bezig bent. En u doet ook wel een opwarming? Gewoon wat zwalken met potlood op een groot blad. En dat helpt enorm om los te laten. Wat we nu bezig zijn is vooral het zentengelen op vraag van een van de deelnemers. Zentengelen is ook iets dat zen zegt, het hoort zichzelf tot rust komen, in een rustige toestand komen. En tengelen zijn patronen, dus op dit moment waren we eigenlijk wel een beetje aan het aanleren hoe dat je die patronen kunt tekenen. Ik begrijp loslaten, ontspannen, inspiratie en creatief bezig. Dat is het. We hebben gezien dat voor dit soort sessies in ieder geval interesse is. Anderzijds trachten we hier op ons dorp zelf te kijken naar mensen die bepaalde talenten
hebben en trachten we die talenten dan via een voordracht of nu een tekensessie in te zetten. Lydie is van Zevergem. En is ook heel goed gekend op het dorp. Heeft hij trouwens veel eigenschappen, zingt ook heel mooi en is heel creatief bezig. Dus, Jullie hebben nog een aantal plannen, ook al is Zevergem eigenlijk een kleiner dorp. Het is niet omdat je klein bent dat je geen plannen kunt hebben. We zijn in feite gelukkig dat wij toch een regelmatige aangroei van nieuwe leden hebben. Niet enkel van het dorp zelf, maar ook van onze buurgemeenten. Die ja, in onze aanpak misschien iets vinden dat ze in hun eigen gemeente niet zo direct zien. En dus bij ons lid zijn. Twee Kempense acteurs sloegen de handen in elkaar en reizen rond met een toneelstuk. Afscheid. We waren te gast in Vosselaar en zagen hoe de senioren Guy de Kort en André Tilleman, samen 150 jaar jong, steeds meer met afscheid werden geconfronteerd. Een pakkend verhaal met een dosis humor. Het stuk kan nog geboekt worden bij Okra Kempen. De titel Afscheid heeft vooral betrekking op het afscheid nemen van heel wat zaken bij mensen op een bepaalde leeftijd. Niet alleen afscheid nemen van mensen, maar ook van een aantal fysieke mogelijkheden. En het is eigenlijk een stuk uit het leven gegrepen zelfs van de schrijver Eddy van Ginkel. Wat dat vooral typerend is de herkenbaarheid voor senioren. Maar dat is ze, Christine van de Vaven, naar Zinnige, dat is ze. Oh, ken je gehoord, hè? Dat zou nog niet zijn, die heeft nog met mijn broer gevreden. Weet je, zij zat in Leuven, hè, op de universiteit, ze zat er op kot. En mijn broer ook. En die twee hebben daar kennis gemaakt met elkaar. En dat klikte heel goed tussen die twee. Allee, zeg. Ja, maar dan is er op een bepaald moment niet tussen gekomen, onverwacht. Ik geloof zelfs dat ze haar studie stopgezet heeft. Stop, hè? Ja. Een studie is inderdaad niet afgewerkt. Ze was zwanger. Zeg jij haar? Daar heb ik nooit iets van geweten. Zeg jij zeker? Dag Christine. Ik weet niet of je mij kunt horen. Die mens daar, die denkt dat hij mij kent, dat zal wel abuus zijn zeker. Ik heb je dat toch nooit iets horen zeggen over de Roger en zeker niet over deze Roger. Fernand, is er iets? Nee. Allee, dat ga ik niet meer eens zien, hè, want ik moet nog die en het andere kleren maken voor morgen. Ja. Zeker. Tot ziens. Ja, Roger. Stel het goed, hè. Ja, ja. Zeg jij er wel. Vol succes met jouw dingetje. Zeg het eens. Jenny. Jenny. Vol ja. Succes met jouw Jenny. Ik hoop echt dat dat iets wordt tussen mij. Ja. Oké? Okay? We zien wel, hè. En het amusement in de zonnestraal, hè? Ja. De twee hoofdrolspelers die hebben elkaar toevallig ontmoet op een ledenfeest. En klaarblijkelijk deelden zij dezelfde passie, namelijk toneelspelen. Zij zijn alle twee spelers, maar bij aparte toneelgroepen. En van het een kwam het ander en ze daagden eigenlijk elkaar uit om eens een stuk samen te spelen voor hun eigen leden. Maar laten we eerlijk zijn, met zo'n twee kleppers van vrijwilligers kon het niet mislopen. Dat wisten we eigenlijk al van tevoren. Het product verkoopt zichzelf eigenlijk. En heel gemakkelijk over te nemen, eventueel zelfs door de andere provincies. Een uitdaging, denk ik dan. Binnen Okra worden verschillende initiatieven genomen om de digitale kloof mee te dichten. Om de leden die niet zo goed zijn met tablet of smartphone toch een stuk op weg te helpen. De caféformule geeft al aan dat het geen cursus is, maar dat antwoorden worden gezocht op de vragen van de leden. Het is wat apart, een digicafé. Het is niet echt een digitale cursus en het is niet echt een café. Maar bij Okra Temse werkt het om de digitale kloof te helpen dichten. Want geef toe, het is wel wat met al die apps die ons zo hard aanbevolen worden. Ze begonnen ermee in september 2021. Het doel was leden helpen hun weg te vinden in het veilig surfen of
in het sturen van mails of in het gebruik van enkele veel voorkomende programma's. Op de computer of de laptop dus. Dat evolueerde naar het gebruiken van een tablet en nu wordt quasi alleen nog op smartphone gewerkt. Het concept is eenvoudig. Eén app wordt tijdens het café uitgelegd en gedemonstreerd. De laatste keer was dat bijvoorbeeld Radio 2. Maar ook de lijn is al aan bod geweest, de parkeerapp 4411 of It's Me, een wat moeilijkere app die al een paar keer aan bod is gekomen. Het is nooit een lange les, een half uur maximum, misschien soms drie kwartier, tot aan de pauze. Daarna is er ruimte voor vragen of krijgen de aanwezigen die de app meteen willen installeren hulp hierbij. Het derde deel van de namiddag is vrij. Wie een digitaal probleem heeft, kan vragen stellen. Er zijn altijd wel enkele ervaren gebruikers aanwezig die op de meeste vragen kunnen antwoorden. Maar, zo wordt in Temse benadrukt, we zien steeds vaker dat de aanwezigen elkaar helpen en tips geven. Samen worden we sterker. Ook Temse brengt elke maand steeds weer 20 tot 25 leden samen hiervoor. Omdat men geïnteresseerd is in die bepaalde app of omdat men met een of andere digitale vraag zit. Gezellig leren van elkaar, zo gezegd. Okra Magazine zet deze maand Janine van Oeg uit Lommel in de schijnwerpen. Janine heeft ze zich 10 jaar voluit gegeven voor haar trefpunt. Ze is er een grote voorstander door geworden van samenwerking langs gewest of cluster. Na 10 jaar gaat zij nu zelf genieten van de activiteiten van Okra en zich volop richten op haar grote hobby, tekenen. Begrijp ik u goed? De trefpunten, dat is de basis, dat blijft belangrijk. Ja. Maar ook het belang van het gewest, van de cluster. Dat is heel belangrijk. Groeit en groeit. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat de clusters, dat die, de trefpunten, dat die in clustervorm gaan samenwerken. Daar ligt alles aan. En dan heb je, we hebben dan de O-krant, dus een blaadje dat maandelijks bedeeld wordt bij het O-krant-magazine. Dat is ook geëvolueerd in een kleuren O-krantje ondertussen. Daar kunnen ook de trefpunten hun uitnodiging in kwijt. Dus ik vond samenwerken heel belangrijk. Alleen kun je die kar niet trekken. En die kar in Lommel is met meerdere geduwd en getrokken. Dus ik ben daar heel fier op die samenwerking. Ja, dat was vroeger inderdaad niet zo. En dan op een bepaald moment zet je gaan tekenen, toch een opleiding gaan volgen. Ja, ja. Ik ben begonnen met aquarellen. En daar botste ik op ik heb dat 6 jaar gedaan. En toen botste ik op het tekort aan tekenervaring. En toen ben ik gestopt met aquarellen en ben ik naar de kunstacademie gegaan. Ben ik gestart met tekenles. Welke ambitie heb je daarnet gezegd? Ja. Portret tekenen? Ja, portret tekenen. Dat zou ik heel graag kunnen. En na 1,5 jaar kwam Okra voorbij. En ben ik gestopt. Ben ik met alles gestopt. En heb ik me volledig voor Okra gesmeed. Met de bedoeling van over 10 jaar stop ik daarmee. Dus, en ik ben daar, ben blij dat ik daar trouw aan gebleven ben. Ja. Ik kan zonder een slecht gevoel bij Okra afscheid genomen. Dus, je gaat Okra erg missen. Nee, ik ga Okra niet missen, omdat ik lid blijf van Okra. En ik wil nu genieten van wat Okra te bieden heeft. Het was na 10 jaar mooi om af te ronden. En ik heb heel fijn opvolging. Dus dat is allemaal heel fijn geregeld. Dus ik ben heel dankbaar dat ik dat op deze manier heb kunnen afronden. Het was de naam die onze aandacht trok. Koersbal. Iets met koers? Nee, leert deze reportage. Het is een balsport die vooral binnen wordt gespeeld.
Dat de ballen een afwijking hebben, maakt het nog moeilijker. In Huustwezel willen ze vooral gezellig en samen sportief bezig zijn. Maar als een Nederlandse ploeg op bezoek komt, wil men toch vooral punten scoren. Het is eigenlijk een allround sport voor jong en oud. Er komt van alles bij kijken. Fijne motoriek voor de bal goed te doen. Het is gewoon gezellig. Je bent om beurten bezig met het spel. Het is actief en toch heb je veel sociale contacten. En kan er tussenin gebabbeld worden en ietsje gedronken. Het is de kunst van die handbal, die het dus niet recht rolt, van in te kunnen schatten hoe dat je die moet werpen om punten te scoren. Hoe populair is dat hier? Hier in België eigenlijk niet zo populair. Daarom dat wij deelnemen aan toernooien met Nederlandse teams. Omdat in België zo weinig bekend dat ik dus geen teams spijt genoeg kan vinden voor deel te nemen. En daarom is het hier Huustwezel tegen Liesbos uit Nederland. Ja, vandaag is dat de laatste wedstrijd van een regio toernooi. Waar er dus 5 ploegen van Nederland meedoen en wij als Belgische ploeg. Die competitie België-Nederland, hoe doen jullie het daarin? Vrij goed. Dit jaar iets minder dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we brons behaald, de 3e plaats. Dit jaar staan we ietsje verder. Maar begin juni organiseren jullie een eigen toernooi. Maar dat is ook dus met allemaal teams vanuit Nederland. Is de aanschaf van de mat en het set ballen niet een van de remmende factoren? Want we spreken toch wel van rond de €1.500. Ja, dat zou kunnen zijn. Dat was bij ons in het begin ook het probleem. Gelukkig hebben wij kunnen gebruikmaken van een tweedehandsmat. En door te zien dat dat toch wel van de grond kwam, is dan het trefpunt toch overgegaan tot de aankoop van een tweede mat. En omdat het toch vlotte, heeft dan Serra onze 3e mat gesponsord. En jij hoopt nu dat er meer en meer Belgische teams ook koersbal gaan spelen? Daar hoop ik zeker op. Daar ben ik al een paar jaar naar op zoek eigenlijk. Maar tot hiertoe zonder resultaat.